Qualche l'altro giorno, quando siamo arrivati qua, insomma, abbiamo trovato questa strada abbastanza ingombra di auto e comunque siamo riusciti ad arrivare con la pazienza e con la buona, anche con l'accoglienza delle persone che non ci hanno ostacolato nel nostro agire. Di solito, ecco, si arriva con calma, però dobbiamo avere pazienza. Io con la ditta che ho, insomma, il mio lavoro si svolge principalmente con delle sculture di grandi dimensioni o anche grandissime dimensioni, principalmente in marmo e in bronzo, e più che altro con gli artisti contemporanei. È dal 1981 che svolgiamo questo lavoro e le difficoltà maggiori sono nel muovere i marmi, perché poi adesso con le tecnologie di ora siamo avvantaggiati, però anche gli artisti si sbizzarriscono in opere di grandissime dimensioni, perché non c'è più la difficoltà della movimentazione come era anni fa, però specialmente il marmo è molto, molto pesante, molto delicato e molto fragile, ha due cose, è pesante e fragile. Kunstenaar Igor Mitoraj, afkomstig uit Polen, maar in zijn vorming verder gekomen in Frankrijk en aan de hand in Italië, heeft eigenlijk een ontdekkingsfase doorgemaakt in Nederland. Het echtpaar Scholte, de oprichters van het Museum Beelden aan Zee, hebben hem eigenlijk voor Nederland ontdekt en hebben voor het eerst ook werk van hem aangeschaft toen hij nog een volkomen onbekend kunstenaar was. En die hebben daartoe bijgedragen dat we nu een prachtig overzicht van het werk van Mitoraj hier in huis krijgen. In 1997 is er hier in dit museum al een keer een grote tentoonstelling geweest over Mitoraj. En eigenlijk, we zijn nu natuurlijk weer toe aan een nieuwe generatie. En eigenlijk hebben we in de afgelopen jaren al steeds gedacht van nou, wanneer gaan we Mitoraj weer een keer laten zien. We laten het nu zeer monumentaal zien. De werken zijn enorm groot en het is wat dat betreft best wel een spectaculaire tentoonstelling geworden. En ik denk dat het een heel mooi moment is, nu na de crisis die we gehad hebben, of waarvan we ons nog in het staartje bevinden, dat we dit nu laten zien, omdat dit zo'n positieve tentoonstelling is met zoveel schoonheid en zoveel monumentaliteit. En ja, beeldhouwkunst uit Italië. Het is eigenlijk een soort droomtentoonstelling om nu weer mee op te starten en hopelijk een hele mooie tijd in het museum mee te beleven. Sono molto contento di aver, insieme a tutto lo staff, di aver portato una mostra del maestro Igor Mitoraj qui al Museo di Beelden aan Zee, perché è un luogo veramente inusuale nel quale sono state esposte le sculture. La cosa molto interessante è aver posto queste sculture monumentali in un ambiente, all'interno di un ambiente, e vedere il contrasto che c'è fra le sculture, quindi una visione così classica, così artistica, con il cemento che spesso e volentieri viene in qualche modo denigrato, è una cosa molto bella, perché comunque unisce l'uomo, quindi quello che è stato fatto dall'uomo, quindi il cemento e tutto questo, con delle opere fantastiche che ritraggono appunto l'uomo stesso in una visione così ancestrale ed artistica.
il Mitorai ci siamo conosciuti nel 1982, quando Igo stava realizzando la sua casa studio di Pietrasanta. E io svolgevo già un lavoro, lavoravo già con il camion come adesso, e sono andato a posizionare le travi di quercia del suo nuovo studio. Da lì abbiamo iniziato un rapporto di lavoro che è da 40 anni e continua, nonostante purtroppo il nostro amico non ci sia più, perché al di là del cliente per me era anche un amico, perché aveva un rapporto molto sincero e molto amorevole per le persone che lavoravano con lui. Il vero punto forte di lavorare con Igor Mitorai era la vastità dei materiali. Praticamente lavoravamo a 360 gradi col materiale. Si partiva dalla creta, dal gesso, dalla ghisa, dal ferro, la ricerca delle patine, del bronzo. I colori erano molto importanti per il maestro Igor Mitorai. E niente, poi c'era un grandissimo gioco di squadra per affinare, per rifinire e infine completare l'opera, che poi Igor andava a modificare, a migliorare. Era un grande gioco di squadra, ma tutto si basava sempre sia sui materiali che sui colori delle sculture. Essendo stato molto a contatto con il maestro, si riusciva a percepire il suo amore per i materiali e lui ci ha trasmesso questo amore che noi abbiamo, che riusciamo a trattare molto bene i materiali e anche i colori che lui sceglieva. Aveva un grande difetto Igor Mitorai, non era mai contento, si spingeva sempre oltre, sempre per superare il limite e per ricercare sempre la scultura perfetta. E questa è una squadra scelta direttamente da Igor Mitorai. Questo ci permette di avere una fiducia tra noi che non occorrono neanche parole per dirci cosa fare o cosa non fare. Se abbiamo un problema riusciamo a risolverlo soltanto guardandoci negli occhi o eventualmente dicendoci una parola. Ho conosciuto Igor Mitorai circa 20-22 anni fa, forse anche 25. Io lavoravo in Fonderia del Chiaro a Pietrasanta, dove abito, e ho conosciuto Igor lavorando poi sulle sue cere. Io ero un cerista e ho avuto la possibilità, lavorando per la fonderia, di lavorare proprio per lui. Di lì è nato un rapporto di amicizia, un rapporto di collaborazione, tant'è che mi fece poi la proposta di andare a lavorare con lui. E di lì è iniziata un'avventura molto difficile, perché Igor non era una persona facile, era molto difficile, sia caratterialmente che personalmente. E niente, sono stati anni incredibili, sono stati anni che sinceramente ritornerei indietro, ritornerei a 20 anni fa per riuscire a continuare a lavorare con lui e a creare opere. E adesso purtroppo non c'è più e sinceramente mi manca un po' una parte di me, soprattutto nel lavoro che facciamo. Ma questa è la vita e andiamo avanti. Ja, Mitorai is geboren in Oederan. Dat is ooit een Duitsland geweest of Polen, dat weet je nooit zo goed, hè? Want dat heeft natuurlijk allemaal te maken met de wereldoorlogen. Je zou hem dus eigenlijk plaatsen als een Duitse kunstenaar, maar dat is helemaal niet waar. Het is een enorme Latijnse geest. Dus op het moment dat hij is opgeleid, dan sprint hij
heel snel naar Parijs. En toen is hij daar aan de École des Beaux-Arts is hij zijn opleiding begonnen. Maar hij begon al direct eigenlijk zijn eigen weg te zoeken en zijn eigen plan te trekken. En een van de dingen die hij deed, hij was in die tijd was hij helemaal afhankelijk van allerlei eenvoudige baantjes om aan zijn dagelijkse brood te komen. Dus hij had ook niet veel geld om te investeren in dure materialen. Dus wat hij deed, hij vond eenvoudigweg op straat vond hij allerlei voorwerpen en die wikkelde die in windsels van plastic. Dus hij veranderde in zekere zin herkenbare vormen die dus de oorspronkelijke vorm veranderden. En de beelden die we hier zien, die hebben eigenlijk diezelfde soort verandering van het uitgangspunt. Je ziet beelden waar als je goed kijkt, zou daar dus een Romeinse of een Griekse kop onder kunnen zitten. Maar ze zijn veranderd doordat er windsels omheen zijn gedaan. En dat is dus het ingrijpen van de kunstenaar om een eigen taal toe te voegen aan klassieke voorbeelden. Dat is eigenlijk ook de kern van het werk van Mitorai, namelijk het uitgaan van een misschien bekende klassieke vorm en daar zelf iets totaal anders van maken. Een totaal eigen concept op los te laten wat je in verwarring brengt als je ernaar staat te kijken. En dat is dezelfde verwarring waar de kunstenaar ook steeds met zichzelf mee heeft gevochten. En die strijd over wat is mooi en wat is klassiek en wat is juist het tegengestelde. En wat is het groteske, wat is het bizarre. Dat is het wezen van het werk van Igor Mitorai. En het interessante daaraan vind ik eigenlijk dat als zijn werk wordt gepresenteerd, ook al weer in wat oudere literatuur in de jaren 80-90, dan wordt er eigenlijk steeds gezegd hij is op zoek naar een soort van innerlijke of een soort van eeuwige schoonheid. Eeuwige schoonheid, dat is het. Het is eigenlijk een soort kunst die helemaal over de millennia heen reikt. Maar als je goed kijkt is dat niet zo. Het zijn eigenlijk wel vrij moderne beelden. Als je een Romeins beeld naast een beeld van Mitorai zou zetten, dan zou je eigenlijk heel goed zien dat het gewoon uit de 20e eeuw komt. En dat ligt aan kleine dingen. Dat ligt aan de vorm van het lichaam, bepaalde ingrepen die hij doet. Ook de weergave van het geslacht is modern. Ook de weergave van bepaalde elementen die je in de Griekse oudheid helemaal zo niet ziet. Het opblazen van het beeld, de kop heel groot maken, dat gebeurde in de oudheid wel. Maar we hebben daar maar weinig overblijfselen van. Dus hij speelt er toch mee. Als je kijkt naar zijn werk en of dat gaat over eeuwige schoonheid, dan kan je die ambitie wel voelen. Maar het is eigenlijk werk wat heel erg, voor mij heel erg, te plaatsen is in de jaren, laat maar zeggen, 80, 90 van de 20e eeuw. Het is eigenlijk helemaal geen eeuwige schoonheid. Het behoort bij een bepaalde esthetiek die op dat moment opkomt. En dat noem je dan misschien postmodernisme. Of nou, dan gaan we weer in het jargon en de termen. Maar wat je ziet is dat je bijvoorbeeld een zakendistrict als La Défense in Parijs of ik geloof Canary Wharf in Londen, daar staan beelden van hem. En dat wordt dan altijd gecombineerd met hele strakke architectonische gevels. Hè? Dus enorme spiegelruiten die in een monumentaal gebouw voor een of ander accountancykantoor worden opgetrokken. En daar zetten ze dan zo'n masker voor, alsof je eigenlijk weer terug moet naar een soort van menselijke maat. En dat gevoel, dat die esthetiek, dat je daar ook uit kan kiezen tussen heel modernistische vormen, gecombineerd eigenlijk met klassieke. Ja, dat is iets wat in het postmodernisme gewoon makkelijk gecombineerd kan worden. Dat is gewoon wat ze doen. Mitorai werkte in zijn jonge jaren een tijdje in het beroemde atelier van de Bateau Lavoir, waar ook Picasso heeft gewerkt. En daar ontmoette hij allemaal Franse kunstenaars en die zagen direct wat voor talent hij had. En die zeiden tegen hem, weet je wat jij moet doen? Je moet naar Italië gaan en dan moet je eens gaan rondkijken in het stadje Pietrasanta in Toscane. Want dat is de ideale plek voor iemand die de beeldhouwkunst omarmen wil. En daar zou je eigenlijk eens rond moeten kijken en misschien moet je daar ook wel gaan werken. En die raad die heeft Igor opgevolgd en op die manier is hij terechtgekomen in Pietrasanta, het hart van de beeldhouwkunst in Italië op dit moment.
Pietrasanta is dé plek waar je het mooiste marmer van Carrara kan bestellen en uitzoeken. En daar zijn ook de beste bondgieters zijn daar bezig om voortdurend te werken voor beeldhouwers van alle soorten en maten. Dus je vindt daar mensen zoals Henry Moore, je vindt daar mensen zoals Botero, maar ook bijvoorbeeld de Nederlander Ebbe de Haan werkt daar. Er zijn allerlei kunstenaars die daar hun geluk hebben gevonden. En dat gold heel nadrukkelijk ook voor Igor Mitorai, want hij heeft onmiddellijk gemerkt dat het vakmanschap wat daar te vinden is, dat is ongeëvenaard en hij kon daar al zijn dromen realiseren. Ja, in Pietrasanta heb je de Carrara-groeven. Dat dorpje ligt naast de grote marmergroeven die je daar hebt. En waar Michelangelo ook zijn marmer vandaan haalde. En de oude Romeinen hun marmer vandaan haalden. Die iedereen zijn mooie statuaire materiaal vandaan haalde. De ambachtslieden die dat kunnen bewerken zijn daar ook. En hij vestigt zich daar gewoon. En pendelt heen en weer tussen Parijs en Pietrasanta. E abbiamo, come l'ho detto, noi veniamo dalla zona del marmo e il marmo è quello, la difficoltà è quello. Io sono frato, ce l'ho nel DNA perché sono figlio di un cavatore, perciò conosco bene la materia. Mitorai heeft ooit in een interview gezegd dat de film, cinema, voor hem een heel belangrijk element is waar hij veel van geleerd heeft. Dus zelfs al in zijn studententijd in Polen ging hij heel vaak naar experimentele films kijken. Maar na de hand, toen hij aan het eind van de 60e jaren in Parijs ging wonen, toen heeft hij steeds de nieuwste filmproducten, vooral van in die tijd beroemde regisseurs zoals Fellini, daar heeft hij met grote fascinatie naar gekeken. En een van de films die toen in première ging, dat was Satyricon van Fellini. En daar heb je een scène in, daar komt een ontmoeting tussen twee personen en die ontmoeten elkaar in een museum. Maar dat speelt dus in de tijd van Nero. En in dat museum, daar staat een standbeeld helemaal ingepakt. En je zou bijna denken, daar staat een Mitorai. Maar dat is het natuurlijk helemaal niet. Het is een fantasievoorstelling bedacht door Fellini. En het interessante is dat Fellini en Mitorai elkaar naderhand in Rome hebben ontmoet en daar ook vriendschap hebben gesloten. Dus ze zijn samen naar Cinecittà gegaan, ze hebben daar rondgekeken hoe Fellini daar zijn films allemaal opbouwde. En ja, daar zit dus een heel duidelijke link in. Maar er zit ook een link die je eigenlijk niet zo direct vermoedt. Als je voor een beeld van Mitorai staat, dan zie je soms dat er een soort uitsparing in zit. Een soort vierkant of een gat, waardoor je heen kijkt, maar waarin toch weer een soort kleine voorstelling is opgenomen. En Mitorai zegt, die kleine uitsparingen, dat zijn voor mij referenties aan cinema, aan film. Dus voor hem hebben die kleine uitsparingen, die hebben de betekenis van een extra filmbeeld wat hij toevoegt aan een op zichzelf misschien heel klassiek beeld. Nou, zo langzaamaan voltooit het zich. Het is eigenlijk heel raar dat in een coronatijd waar we uitkomen, normaal bezoek je een atelier van dit verhaal, Mitorai. Dat kon natuurlijk allemaal niet, dus het enige wat we hadden waren zulke kleine plaatjes en dat stond dan bij 3,18 meter groot. Dus dat hebben we in een hele mooie maquette geplaatst, maar dan komt het hier binnen en dan zie je dus ook, nou, kijk zomaar, het is immens groot, buiten proportie. Het zijn zulke enorme grote koppen. Dus eigenlijk het hele concept wat wij hebben gemaakt in maquette, hebben we eigenlijk in één keer van tafel geveegd en alles gaan herplaatsen samen met het hele team van Mitorai. En nu langzaamaan ontstaat hij. En wat ik zelf heel mooi vind, het is een hele zware mythologische beleving als je er naar kijkt. Weet je, die liggende koppen, het zijn bijna Pompeii-achtige vondsten. Het heeft iets Grieks, het heeft iets Romeins. Alle mythologische verhalen die erin zitten. En dat was dus ook echt zijn kenmerk, zijn signatuur, zijn handschrift. En
Ik wil het eigenlijk een stuk ontwrichten. Als je nu de zaal binnenkomt, zie je wel het geheel, maar door hele grote glazen platen te plaatsen, van 2 meter 10 bij 2 meter 10, die heb ik laten bekleden met een blauwe gloed. En die zweven er als het ware doorheen. Dus je ziet dus wel de kop, de sculptuur, maar je moet er toch omheen lopen. En daardoor ontstaat er een soort gelaagdheid in de zaal, waardoor je het eigenlijk een stuk ontwricht. Je doorboort de routing. En daardoor denk ik dat het juist interessant wordt. Voor mij is altijd naar het museum gaan hetzelfde ongeveer als naar een theater. Ik ga altijd voor een stukje beleving. En hoe kun je nou eigenlijk nog meer alle zintuigen prikkelen? Je ziet hier de vormgeving met het prachtige licht hier binnen in Beelden aan Zee. En ik vond het heel belangrijk om er ook een geur onder te zetten. Het leuke, dat is wat ik hoorde van het team van Igor Mitorai, is dat hij ook heel vaak met een mooi lavendel of een lemonachtige geur werkte in zijn eigen atelier. Dus was voor hem ook een wezenlijk onderdeel. Dus ik heb een hele mooie homespray gevonden, een prachtige geur die ook best wel sterk is, maar ook heel fris. En die spuiten we er hier continu doorheen. Dus dat is de geur, dus dat is de neus. En daarnaast heb ik een prachtige playlist gemaakt met alleen maar hele mooie stukken van Philip Glaser in de cello suites 1, 3 en 5 van Bach. Dus zometeen sta je voor zo'n kunstwerk, ergens zwelt die muziek aan, je ruikt die geur, het zonlicht komt op. Dan krijg ik zelf al bijna kippenvel, dus volgens mij doen we iets goed. Mitorai is in 2014 overleden, maar zijn nalatenschap is heel sterk. We kunnen hier nu in deze tentoonstelling zien hoe gevarieerd en rijk zijn werk is, hoe rijk geschakeerd. En gelukkig is er dus een stichting, een atelier Mitorai zoals het officieel heet, overgebleven van zijn werk in Pietrasanta. En daar zijn dus al deze prachtige beelden worden daar niet alleen bewaard, maar ook verzorgd. En het is ook nog steeds mogelijk om daar weer nieuwe versies van te maken. Er kunnen dus steeds nog dingen van gegoten worden en dat gebeurt dus nog steeds. Dus het is zeker niet een afgesloten hoofdstuk, maar er gebeuren elke keer weer dingen die nog bijdragen aan de grotere kennis van het werk van Mitorai. Dopo la morte del maestro, l'atelier Mitorai si è fin da subito occupata della valorizzazione, della conservazione e della tutela di tutto il patrimonio artistico del maestro, che è assolutamente immenso, enorme. Giornalmente tutto lo staff lavora per consentire di portare avanti l'opera e quindi di far conoscere a tutte le persone del mondo, quanto più possibile, tutte le opere che sono state create dal maestro. Inoltre in questo momento abbiamo un progetto, ovvero quello di realizzare un archivio digitale che possa essere usufruito da tutti, da ogni parte del mondo, chiaramente che possa essere poi dopo messo su internet, in modo tale che chiunque abbia interesse a vedere, conoscere, scrutare ogni singolo particolare di ogni opera del maestro possa farlo, sia per gli studiosi che per diciamo, gli interessati di arte e di cultura. En wij hebben deze tentoonstelling nu over zijn werk hebben we façade genoemd, omdat eigenlijk het museum is ommuurd en je ziet het museum eigenlijk pas als je binnenstapt. Buiten heeft het museum eigenlijk geen façade, maar dat is eigenlijk het beeld van Mitorai. En dat beeld is eigenlijk het gezicht van het museum en daarom hebben we deze tentoonstelling zo genoemd.